Hoe gaan we het oplossen? Rennen. Ja. Extra politie zal ingezet worden, want je mag namelijk niet zomaar meer de straat op. De avondklok is ingegaan van 9 uur 's avonds tot en met 5 uur 's ochtends. Maar ja, wat vinden de Haarlemmers er nou eigenlijk van? Ik denk dat het nodig is en we moeten er allemaal maar mee dealen. Dat vind ik ervan. Nou ja, ik weet niet, ik heb hier nog niet zo over nagedacht eigenlijk. Ik vind het jammer dat de avondklok komt, maar ik snap het wel, want het gaat niet zo goed met de besmettingen. En als je ook om je heen kijkt hier, het is gewoon heel druk. Het had eigenlijk eerder gemoeten, vind ik. Vertel. Vind ik, ja, als je de cijfers eerst 10.000 besmettingen per dag hebt, had ik het eerder ingezet. Maar nu zakt alle cijfers en dan gaan ze hem nu inzetten. Ja, ik vind, we horen een heel jaar lang dat we volwassenen zijn en dat we ons als volwassenen moeten gedragen. We moeten het met z'n allen doen, dus als je er niet aan houdt, dan zeg je eigenlijk ik heb scheid aan de rest. Ik vind het een beetje onzin eigenlijk, als ik eerlijk moet zijn. Ik denk ook niet dat iemand er zich aan gaat houden, want ik denk dat iedereen het een beetje onzin vindt. Ik denk ook gewoon dat veel mensen er lak aan hebben eigenlijk. Ja, heel veel mensen hebben er scheid aan, denk ik, en dat gaat ook gebeuren. En gaan ook gewoon, ja, mensen hebben er gewoon scheid aan en die gaan ook gewoon naar buiten en dingen doen. En is er ook een positief iets voor jou in de avondklok? Dat je denkt, nou, nee. Het is allemaal kut. Ja, allemaal kut. Ja, kut. Jammer. Helaas. Maar het was al kut en nu wordt het nog kutter. Hoe ga je dat aanpakken? Ik vals spelen een beetje. Toch? Je gaat een beetje vals spelen. Ja, nee, dus vanavond slaap ik bij een maatje en dan hebben we daar een spelletjeavond. Weet je, dat op die manier. Dus je nodigt wel mensen uit en die blijven dan maar slapen of gaan om 4:30 naar huis? Je gaat eigenlijk hetzelfde doen, alleen misschien zelfs nog erger, denk ik. Doordat je nu niet naar huis gaat, blijf je daar slapen of je ziet elkaar vaker, dus ook langer. Zou je dan kunnen stellen dat het misschien wel averechts gaat werken? Ja! Onder de jongeren denk ik zeker. We hebben ook nog oudere kinderen en die zitten in de leeftijd van 16, 17 plus. Ja, en die zijn nu gewoon manieren aan het zoeken om wel bij elkaar te kunnen komen. Dus die gaan dan voor de avondklok bij elkaar clusteren en dan vervolgens de volgende dag pas thuiskomen. En hoe meer je verbiedt, hoe meer mensen het illegaal gaan doen, denk ik. Ik vind gewoon ook dat het niet te handhaven is eigenlijk. Want je kan wel politie in gaan zetten en dan iedereen die je ziet aangaan nou een boete geven. Maar ja, dat kan niet. Dat kan echt niet. Waarom niet? Nou ja, je kan wel bij iedereen gaan stoppen, maar als er één politiebusje rijdt en er staan 20 mensen, iedereen is weg, je hebt één boete kunnen uitdelen. Ja, het slaat toch nergens op. Kan je harder rennen naar de politie is de vraag? Ja, stegisch. Uit ervaring is dat wel eens gelukt, ja. Uit ervaring is dat wel eens gelukt.